vtwonen kijkt binnen in de leukste huizen vol inspirerende woonideeën. Hoofdredacteur Carlein Kieboom bezoekt huizen waar het interieur met veel gevoel voor smaak is ingericht. Deze keer is hij in een vrijstaande villa in de Amsterdamse schoolstijl in Bentveld. Wat je meteen opvalt als je hier binnenkomt, is dat deze entree heel erg breed is. Want hier aan de linkerkant heb je een grote leefkeuken en rechts een enorme grote living. Dat maakt eigenlijk meteen dat dit huis een heel ruimtelijk, wijds gevoel geeft. En door het gebruik van al die natuurlijke materialen in combinatie met dat wit en die planten krijg ik hier echt een vakantiegevoel. Fotograaf Anouk woont en werkt in dit huis uit 1920, wat van origine een vakantiehuis in de duinen was. Samen met haar gezin heeft ze het idee dat ze iedere dag op vakantie is. Wat wil je nog meer? Haar stijl is basic met veel wit en natuurlijke materialen. Kunst aan de muur maakt een huis heel erg persoonlijk. En doordat hier is gespeeld met grote en kleine lijsten, krijg je een heel speels karakter. Maar alles is een beetje in zwart en wit en grijs tinten. En dat geeft het geheel toch een hele rustige uitstraling. Wat bijzonder is in dit huis is dat je heel veel grote planten hier terug ziet. Nou kan de ruimte het goed hebben, want het is ruim en groots opgezet. En omdat er echt gebruik is gemaakt van hele rustige kleuren, wordt het ook met al die planten helemaal niet rommelig. En een leuk extra in dit huis is dat je hier nog een speciaal klein kamertje hebt, waar ook al die planten weer terugkomen. Hier zijn heel veel mooie cactussen gecombineerd weer met dat groen, wat je weer terugziet in de huiskamer. En een leuk detail is hier dat die ramen, die mooie authentieke ronde vorm hebben, dat daar shutters voor zijn geplaatst. Die hebben ze zelf gemaakt. Het zijn eigenlijk gewoon heel simpel 4 latjes, waar jute achter is gespannen. En dat geeft meteen een heel warm effect als je ze zo dicht doet. En je behoudt meteen de vorm van die ronde ramen. Wat nou zo leuk is in dit interieur, er is echt over zelfs de kleinste details nagedacht. Want zelfs de honden die passen hier bij het interieur. En hier in de keuken zie je ook veel natuurlijke materialen. Dat houdt het lekker rustig. Wat je ook vaak terugziet is kurk in veel interieurs. En hier is er een heel mooi prikbord van gemaakt, waar je eigenlijk al je persoonlijke dingen op kunt bewaren. Het leuke is dat ze hier ook echt gebruik hebben gemaakt van die natuurlijke materialen en dat wit wat je ook beneden zag. Dat maakt eigenlijk met die lichtinval dat je hier zo'n zee van ruimte krijgt. En een origineel detail is dat ze het tafelblad van deze oude tafel hebben omgedraaid en daar eigenlijk dit groen tafereel op uitgestald hebben. En dat maakt het echt een eyecatcher in de slaapkamer. En als je dan weet dat je hier echt helemaal ver wegkijkt over de duinen en in de zomer je hier een plonsje kunt maken in de tuin, dan begrijp ik echt wel dat ze hier elke dag een vakantiegevoel hebben. Laat je inspireren door de mooiste binnenkijkers uit vtwonen.